Een prima Champions League sfeer op de toekomst bij de eerste wedstrijd van de Ajax-vrouwen tegen Sparta-Praag. Een ouderwets knock-out systeem. Vandaag thuis en over 2 weken in Praag. Ajax met onder andere Kika Van Ness en Vanity Leverisa. En trainer Ben O'Neill had de tegenstander afgelopen weekend goed bestudeerd in Praag. En dat leek zijn vruchten af te werpen. Lisa van der Most met de voorzet op Ellen Jansen, maar die komt net te laat. En de bal is voor Ivana Pislova, de 36-jarige routinier, onder de lat van Praag. Half zo oud. Deze vrouw, Andrea Staskova, schoot op de lat. Goede poging van het absolute Tsjechische toptalent. Gaat er nog veel van horen. Onder de toeschouwers Ed Engelkes, de oud-trainer van de Ajax-vrouwen. De ploeg kreeg het steeds moeilijker. Lois Schenkel moet terug. Geeft deze terugspelbal. Ubachs uit het doel. Raakt daar de tegenstander. En is het een penalty of niet? Dat is de grote vraag. Maar scheidsrechter Melis Özcidem uit Turkije laat doorspelen. En dan komt Ajax redelijk goed weg. Trainer Ben O'Neill ontevreden richting kleedkamer. En het is onduidelijk wat hij gezegd heeft. Maar toen hij terugkwam was alles veranderd. Vooral de hemel. Spectaculaire kleuren. En de 22 speelsters lieten zich daardoor inspireren. Want vanaf minuut 1 in de tweede helft spektakel. Sparta-Praag zet druk. Komt daar in balbezit. Dan Irena Martinkova met dit schot. En wat een fantastische redding van Marieke Ubachs. En zij behoedt haar ploeg voor een achterstand. Probeert de boel op scherp te houden. En dit schot nogmaals fantastisch. Maar dat geldt ook voor de redding van Marieke Ubachs. Dan de daarop volgende corner. Wordt weggewerkt. En dan is het Vanity Leverisa die uitstekend wegdraait. Een counter van Ajax. Vanity Leverisa draait om haar as en ziet daar Ina Salmi. Ina Salmi gaat alleen op de doelvrouw af. Salmi gaat eromheen en Salmi scoort. Prachtig doelpunt van de Ajax-vrouwen. En de Finse middenvelder zorgt voor een enorme ontlading op de toekomst. Een minuut geleden nog bijna 0-1 achter en nu op voorsprong. Publiek kan het niet geloven. Hier nogmaals Vanity Leverisa met al haar ervaring. Zita Salmi en Salmi gaat mooi om Pislova heen. Houdt het hoofd koel. En scoort het eerste Finse doelpunt voor de Ajax-vrouwen in de Champions League. Dan Soraya Verhoeven schiet daar tegen de hand aan van De Brie. Een van de 3 Amerikaanse speelsters bij Praag. Dan de vrije trap. Verhoeven loopt over de bal. Kelly Zeeman. Zeeman hoog en onhoudbaar voor Pislova. 2-0 voor Ajax. Ongelooflijk. Pislova geklopt. En een feest bij de duck-out. Ajax binnen 10 minuten in de tweede helft op een 2-0 voorsprong. Door deze geweldige vrije trap van Kelly Zeeman. Wat is het antwoord van de Tsjechische ploeg? Nog geen minuut later na de 2-0. Lucie Martinkova zet druk. Komt de bal terecht bij Staskova. Mooie actie. Zita Strom helemaal vrij. Strom schiet. De redding. En dan Martinkova met de kans. Lucie Martinkova. Maar ze faalt op 2 meter afstand. De tweelingzus van Irena. Daar nogmaals. En uitstekend verdedigend werk van Soraya Verhoeven. Die terug kon kijken op een uitstekend Europees debuut. Dan de vrije trap. Strom opnieuw. Hoog voor. En dan is het Irena Martinkova. De tweelingzus van Lucy. Het zat de gezusters niet mee op deze avond. En Ajax met de uitbraak. Mooie solo van Van der Most. En de opening op Leverisa. Leverisa nog steeds. Ellen Jansen vraagt om een steekbal. Krijgt hij. Ellen Jansen, maar die gaat net naast. Die opgelegde kans. En goed werk van Lisa van der Most. Praag neemt risico. Ajax met de counter. En wat scheelt het? Helemaal niets. Praag gaat tot het laatste moment door voor de belangrijke Europese uittreffen. Maar dan is het Birkenrood die net naast kopt. Trainer Ben O'Neill die hamert op scherpte in de blessuretijd. Het publiek viert al een feestje. Praag nog 1 keer naar voren voor de allerlaatste aanval. Maar Ajax houdt stand. Dan is het scheidsrechter Özcidem die affluit. En boeken de Ajax-vrouwen een mooie 2-0 overwinning. Een goede uitgangspositie voor de return in 2 weken. Maar het was een hele enerverende wedstrijd. Vooral naar rust. Een duel dat alle kanten op kon. Wij danken jullie hartelijk voor jullie.